Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een hele goede morgen, qua weer, qua lopen, beetje matig. Maar ja, dat kan niet anders als je gewoon te laat naar bed gaat. Door omstandigheden. Welke? Ja, ik moest zo ophalen bij een feestje. En dat was laat. En dan merk je dan meteen in je tempo. Op zich wel goed geslapen en zo, maar ja. Nee, dan merk je toch dat dat waarschijnlijk toch ook de leeftijd weer een beetje ermee te maken heeft. Dat het allemaal wat minder gaat als je een keer wat laat naar bed gaat. Soms heb je dat niet. Dan heb je daar geen problemen mee, maar vandaag wel. Ik ging gewoon niet echt lekker. Als je volgens mij vorige week liep ik nog 6,14 per kilometer, en vandaag was 6,26. En dan zit er wel een verschilletje tussen. Maar goed, dat is al niet te min. Ik heb toch weer gelopen, ik ben toch weer geweest. En daar gaat het om. En dat is belangrijk. Ja, van de week ook eventjes een herdenkingsdienst gehad. Nog van mijn moeder, Catherine Hof. Dat was wel leuk. Dat was wel leuk in zoverre aangenaam. Dat was het. Het was aangenaam. Het was goed, het zat leuk in elkaar. Dan zie je uit zo'n Catherine Hof, waar we van vorig jaar oktober tot en met augustus dit jaar 44 mensen. Die niet meer na kunnen vertellen. Moet ik wel zeggen, er waren wel best veel boven de 90. Mijn moeder mocht niet ouder worden dan 80, bijna 81. Dus ja, dat was dan wat minder qua leeftijd ten opzichte van de rest. Maar ja, ach weet je, je moet het op een gegeven moment ook gewoon een plaats geven. En je moet daar de rust in zien te vinden. En ja, de ene kan het wel goed, de andere kan het niet goed. Ik kan het op zich redelijk goed. Vind ik van mezelf. Ik heb er vrede mee, zoals het gegaan is. Het was gewoon op. De koek was op. In dit geval was het van haar was gewoon op. En dan moet je gewoon accepteren. Het is niet anders. We kunnen niet hoog en laag willen dat ze. Natuurlijk wil ik ook bij hoog en laag dat ze altijd bij me blijven, maar dat gaat niet. Tenminste, niet in levende lijven. Maar goed, dat was dan van de week en ja, dan kom je ook een aantal bekenden tegen waar die mijn moeder vroeger natuurlijk van vroeger kende en zo. Dus ja, dan zit je ook weer op een iets ander level te praten met elkaar. Van ja, weet je nog vroeger? Ja, god, vroeger met jullie man en vroeger met met jullie pap dan. Ja, zo ging dat. Dan komen toch in één keer een aantal herinneringen eventjes naar boven. En dat is mooi. Dat maakt het ook mooi. Dat maakt het ook zo. Dat maakt het dan ook weer zo leuk. Dat je op die manier dan zeg maar, elkaar ondersteunen. Niet alleen maar met verdrietige verhalen van ik mis alleen dit. Ja, natuurlijk, iedereen mist haar vader of haar of zijn moeder en vader. Maar de herinneringen die je daar dan overhoudt aan dat gesprek met die vrienden van vroeger, klasgenoten. Ja, noem maar op. Dat is dan het belangrijkste. Wat je dan meemaakt. Wat je dan hebt. Dat vind ik dan het belangrijkste. Nou, dat gezegd hebbende, ik ben weer thuis. Ik ga vandaag niet naar de fitness. Gewoon om het feit dat het vandaag gewoon niet. Het zat er gewoon niet in vandaag. Ja, dat kan wel eens een keer. Dus dan doen we het maar niet. Dan doen we dat maar niet. Oh ja, ik had al gezegd vorige week waren we naar Enzo Knol geweest. Naar de meet and greet. Dat leuk was. Alleen dan is de vraag van hoe kom je dan uiteindelijk in zijn vlog. Nou, in de vlog van
de maandag. Maar laat je niet stoppen door maar. In de vlog van maandag gaat hij dus over naar de meet and greet. En dan gaat het begin beginnen. En dan komen wij, mijn dochter en ik, als eerste in beeld. Met de partypoppers. Dus dat is leuk. Dat is leuk om dat dan, terug te zien. Ik weet dat er ook natuurlijk altijd dingen zijn. Oh, even kijken. Heb ik het? Ja. Ik weet natuurlijk ook dat er altijd wel dingen zijn die je kan, kan hebben met zo'n meet and greet. Sommigen lopen te zeuren van het is veel te kort en anderen zeggen er was niks aan. Dus, maar ja, noem maar op. Maar ja, weet je, je gaat er voor je eigen ding heen. En, ja. En nogmaals, zei ik vorige week al, zijn twee fantastische mensen. Die heel veel energie in hun leven stoppen. En hebben. En ja, dat is... ja, daar heb ik toch wel... ondanks dat ik eigenlijk al zo oud ben. Eigenlijk net zo oud als zijn moeder. Zij is ook van 66. Ik heb er toch wel bewondering voor zoals zij dat dan doen. En ja, natuurlijk is de tijd van het leven, de tijd van de digitale tijdperken. Hij heeft het gezien, samen met zijn broer, of tenminste eigenlijk zijn broer heeft hem daarin geholpen, Milan. Van god, dit lijkt me wel iets leuks, dit kunnen we misschien wel gaan doen. Uit gekkigheid ontstaan en uiteindelijk is het dan gegroeid tot ja, wat hij nu is, hoe groot dat hij nu is. En gisteren had hij een vlog met een videoboek erin, nou, met wat hij allemaal gedaan heeft aan reisjes, aan noem ik op. Denk van ja, die heeft al heel wat gezien. En ook erg mooi in beeld gebracht. Je ziet soms vlogs, nou hij zou zo een vakantievlogger kunnen zijn. Met droombeelden en zo. En wat hij meemaakt en wat hij doet. En ook de wat mindere dingen haalt hij ook gewoon aan. Als iets niet leuk is of tegenvalt, dan zegt hij het ook. Maar ja, dan daarentegen, hij laat ook wel zien dat je er ook wel zelf iets van moet maken. En niet alleen maar een verwachting moet hebben van, oh ik had dit of dit verwacht. Nee, soms moet je dingen ook zelf maken, zelf organiseren. Dus, nou ja, dat. Goed, ik ga hiermee stoppen. Dadelijk weer naar het voetballen toe. In de hoop dat we vandaag echt wel weer punten pakken. Vorige week was het drama. Drama. Niet te beschrijven. Goed, we hopen dat we vandaag weer bij elkaar kunnen pakken. Dat we alles weer gezamenlijk kunnen bundelen. En dan dat we een keer gewoon weer een leuke, goede wedstrijd er neerzetten. Goed, dit gezegd hebbende zeg ik tot de volgende keer. Heb je deze leuk gevonden? Even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Heel belangrijk. Als ik dan... zeg maar iets meer abonnees heb, dan kan ik misschien iets meer op een latere tijdstippen. Maar goed, we zullen het wel zien. Wat ik overigens wel leuk vind, is dat ik de laatste video's dat die steeds meer bekeken worden. Dus dat vind ik ook wel leuk. Vind ik ook erg leuk. Hoe dat er komt, daar ben ik niet over uit. Maar dat maakt me niet uit. Ze worden bekeken. Ze worden geklikt. Ook belangrijk. Dus nogmaals, tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Volgende week zondag. Deze komt dan op zondagavond of op maandag. Vorige week was ik te laat. Kan ook gebeuren. Duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Dan zijn we helemaal tevreden. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg ciao.